mensen, dit is alweer episode 8 van het tv-programma Reizen met Frank. Wij komen net van de Fiji-eilanden en via Noumea, de Caledonia, zijn we weer de zee opgegaan met onze MS Amsterdam en zijn wij op weg naar Sydney, Australië. Sydney, een wereldstad van 5,5 miljoen mensen. Ik heb er zelf 4 jaar mogen wonen. Het is een heerlijke stad. Je hebt er geen airconditioning nodig, maar ook geen centrale verwarming. Altijd een constante temperatuur van 22 graden. Prachtig mooi zonnig. Na Sydney bezocht te hebben, heel kort, nemen we u mee naar het Great Barrier Reef. Het langste rif van de wereld, 2600 kilometer lang. En via Fraser Island, one of the meeste prachtige eilanden die ik bezocht heb, met prachtige zandkleuren, zullen wij onze weg vervolgen. Reist u met me mee, maar wacht even. 'S Morgens vroeg, met opkomend prachtig zonlicht, aankomen in de haven Port Jackson van Sydney is een belevenis. De prachtige kliffen, de schitterende huizen, de stranden, de wervelende ferries, de hydrofoils, het unieke Opera House en de in 1932 gebouwde Harbour Bridge steken monumentaal trots uit over deze wereldstad. De MS Amsterdam schoot wal op Circular Quay, vlak naast de brug en naast het Opera House. Het vertrekpunt van zo'n 20-tal ferries, onder andere naar Manly. Een feest van herkenning trok ons aan, omdat we in Sydney 4 jaar, eigenlijk te kort, gewoond hebben. En het 19 jaar geleden was dat we toen afscheid namen van een bureaucratisch, sterk inflator, socialistisch, Engelsbrakend vakbondensysteem. Ik heb er 4 jaar met vizier gewerkt, maar met heel veel moeite. Tegenwerking genoeg. Wat een verandering nu aan te komen. Een bruisende stad, goed geklede mensen, een monorail dwars door de stad, werkelijk schitterende winkelgalerijen, modieuze warenhuizen, onder andere David Jones, overal terrasjes en eetgelegenheden. Ideaal als de gemiddelde temperatuur zo'n 22 graden is en je geen airco of verwarming nodig hebt. Een totaal nieuw uitgangscentrum aan de haven, genaamd Darling Harbour, met 3D-bioscopen, musea, aquaria, fancy restaurants, nachtclubs, waarbij de monorail over het water gebouwd is. We keken onze ogen uit. Dag mooie temperatuur, schone stad, stad met je prachtige surfstranden, je speciale fauna, je ultramoderne vervoer, je verdunken mentaliteit, eerlijkheid betekent dat, je fantasierijk eten en vooral je witte wijnen. Dag Sydney, het gaat jullie steeds beter. Toen we de haven uitvoeren op vrijdag, waarbij de kapitein 3 keer moest blazen om de wedstrijdzeilers te sommeren achter het schip langs te varen, hadden we toch allebei een brokje in ons keel. Toch geweldig wat die Aussies daar in 200 jaar hebben opgebouwd. Wij kozen voor een ander leven op Aruba. De eerste foto die we hier zien is Lies met op de achtergrond het Opera House. Een geweldig mooi monument. Het is gemaakt door een Deense architect. Als je de haven binnenkomt, zie je het meteen opdoemen aan je linkerhand. Een geweldig imposant gezicht. Er worden muziekstukken gehouden, toneelstukken. Vooral de muziekstukken zijn bijzonder populair en snel uitverkocht. Wij hebben er nog in gezeten dat we met plastic rugleunentjes zaten, wat te veel lawaai maakte. En het stoorde de muzici op dusdanige manier dat ze hebben dat allemaal veranderd en zijn er mooie voor thuis voor in de plaats gebracht. Wel een heel mooi, geluid als je in dat operahuis zit en naar muziek luistert. Hier zie je het nog een keer van de voorkant. En je ziet dat je aan de voorkant ook een geweldig mooi terras hebt. Je hebt er ook een restaurant, je hebt er van alles. Het is eigenlijk het pronkstuk van Sydney, Australië. Ja, dan heb je hier natuurlijk de Harbour Bridge. Een hele grote bridge die de stad verlengt met de Northern Territories. Waar onder andere Narrabeen en Manly aan liggen. Het is er altijd enorm druk. Het is een brug die je ook kan bekijken door er op te klimmen. Wij hebben zelfs nog doeken geleverd voor de komst van minister Bush van Amerika. Waarop stond Bush Go Home. Dat was bedoeld om hem weg te krijgen. Toen was hij nog geen president.
Maar dat doek heeft precies 3 minuten aan de muur vastgekleefd. En daarna hebben ze het weer, heeft de politie het weggehaald. Wij zaten in het tentendoek daar. En alles wat met recreational fabrics te maken had. Je ziet aan de linkerkant nog heel even het open huis opdoemen. Ja, en dat is natuurlijk geweldig. De haven leent zich uitstekend voor korte wedstrijden. Wij noemen dat twilight zeilen. Dus om 4:00 kwamen wij aan. Daar hadden onze vriendjes van de vereniging tegen wat geld de bootjes opgetuigd. En om 4:50 was dan de eerste start. Waarna we dus 1,5 tot 2 uur wedstrijd zeilden. Om 6:30 kwamen we dan weer aan bij de pier. De jongetjes brachten de bootjes gewoon op zijn plaats weer terug. En dan was het tijd voor een biertje en een lekkere hap. En dan om 8:00 thuis. Dat was wel geweldig. Twilight sailing. Dit is Pittwater Beach. En Pittwater is dicht aan de Upper North Shore. Het is een heel groot gebied waar enorm veel bootjes bij elkaar komen. Er is weinig stroom. Wel zwemmen er haaien. We hebben dus aan het Pittwater gewoond. En het was een heel mooi uitgestrekt gebied. Waarbij je ook heerlijk kon genieten van picknicks en boottochten. Pittwater. Ja, met heel veel plezier kijken we hier en terug. Dit is Narrabeen Lake of Narrabeen Beach. Een huis waar we 2 jaar in mochten wonen. En dat aan het meer lag, vlakbij de zee. Hier hebben de kinderen ontzettend veel genoten en zijn ze hier ook naar school gegaan. Ze spreken nog steeds Australisch. Hi mate, how are you going today? Maar op een of andere manier voelen ze zich nu beter waar ze nu wonen. Finn in Amerika en Glenn op Aruba. Dat is de flat waar we het laatste jaar gewoond hebben. Helemaal bovenaan. En Freshwater Beach heette dat. Ik heb daar nog heel even leren surfen, maar daar ben ik heel gauw mee opgehouden. Maar het was een prachtig gezicht over de baai. En een heel goed restaurant. Freshwater Restaurant was daar. Dit doen hele mooie herinneringen. En dan hier, het strand, de zee. Altijd geweldig. We hadden ook een soort natuurlijk zwembad. Daar stroomde het water van de zee in. Daar kon je zwemmen. Daar waren er ook regelmatig haaien die ze er heel moeilijk uitkregen. Als er wedstrijden waren, maar ook tijdens normale stranddagen, waren er netten gespannen om de haaien tegen te houden. Dat was dus niet gevaarlijk. Haaien houden niet van mensen. Ze zwemmen eigenlijk onmiddellijk weg. Maar voor de zekerheid werden er netten gespannen. Ja, dan is dit Sydney natuurlijk een van de eerste vuurwerken en de eerste 12-uurs vieringen van het nieuwe jaar. Mooie kleuren, een geweldig spektakel, vlakbij de brug. En dit was dan het einde van part 1. Ik was zo dom om 2 weken geleden aan Apollonia, de vrouw van de kapitein, mede te delen dat we in hun exquise sterrenrestaurant, de Pinnacle Grill, een onderdeel van Chien des Rotisseurs, matig gegeten hadden en wij door de wijnsteward slecht behandeld waren. René, een Nederlander, zwaait hier de scepter als chef en is hier 5 keer per week op de lokale tv aan boord te zien als hij een kookcursus geeft. De Amerikanen vinden hem geestig door zijn afwijkende Nederlandse accent. Hij kan dus absoluut niet koken. Dat bleek al toen we als voorgerecht slechts 3 plakken tomaat op ons bord kregen. De nieuwe cuisine van René. De biefstuk te hard gebakken was en het chocoladetoetje al gesmolten was voor het op onze tafel kwam. Wel nu, die klacht hebben we geweten. De foodmanager, de guestrelation manager, alle kwamen in onze hut langs, aantekeningen maken. Het totale rapport werd aan de kapitein gestuurd. Aan onze tafel is inmiddels de pleuris uitgebroken. Toen op de laatste formele avond voor Sydney Bill weer in zijn Sears pyjamajasje met vlekken en Barbara onopgemaakt en met paarse lippen weer in haar blauwe polo plus dito broek gewetenloos kwamen aanzetten,
Terwijl Celso en ik met de kop in de krul in tuxedo zaten en Elsa en Lies in een avondrood Valentijns aangepast lange eveningdress verschenen in een sierlijk versierde zaal met obers in rode glinsterjackets. Je hoeft aan zo'n gala echt niet mee te doen, want je kan alles vanuit je hut bestellen. En er is ook nog een enorm buffet op het achtste dek. Als je geen zin hebt in chic en je gewone kleren wilt eten, is er 24 uur per dag een pizza, hotdogs en hamburgers. Bill begon zelf met te zeggen dat ze een waarschuwing hadden gekregen dat ze zich aan de kledingvoorschriften voor het diner moesten houden. En of dat van ons afkwam, waarop wij gevieren hun er op niet misverstaande wijze op attent maakten deze herhaalde Visconse boerenklederdracht inderdaad niet te waarderen. De groeta meldde dat het naar ons toe een grove belediging was. Elsa sprak de historische woorden: "If you cannot stand the heat, stay out of the kitchen." Toen was alle hoop nog gevestigd op Lies, maar die zei dat ze een hele gala garderobe had ingeslagen in Florida, speciaal voor die formele avonden. En dat het niet leuk is om in je glitter outfit naast een poloshirtje te zitten van nu al 8 gala avonden achter elkaar. En ik herhaalde nog even dat Barbara de eerste in de geschiedenis van het captain's diner van de hal was ingegaan in een blauw poloshirtje waarbij de dresscode black and white avondkledij was. En de vrouw van de captain, Apollonia, dus nog nooit zoiets had meegemaakt. In haar hele scheepscarrière niet. En haar afschuw hierover had geuit. Ze stonden verdwaasd op met de mededeling dat ze een andere tafel zouden zoeken. En ze zijn niet meer aan onze tafel teruggekeerd. Daarvoor zijn in de plaats gekomen Robert en Rebecca. Wordt vervolgd. Hier hebben wij een foto van Pittwater. Pittwater is at de Upper North Shore en is een uitgebreid merengebied wat een aansluiting heeft aan de zee en naar de zee. Er wonen enorm veel rijke mensen, geweldige huizen met geweldig uitzicht. Het is een van de meest mooie, waterrijke omgevingen waar ik ooit geweest ben. Op die Upper North Shore is ook Narrabeen, Manly is daarbij. Dat zijn de verschillende streken. Het zijn prachtige golfbanen. Het is werkelijk een heel mooi gebied om dat eens een keer te gaan verkennen. Hier hebben we dan ons huis in Narrabeen Beach of Narrabeen Lake. Narrabeen ligt aan een klein lake en als je de weg oversteekt kom je al op de Narrabeen Beach, waar ook veel nationale surfwedstrijden worden gehouden. Een heerlijke plaats om te wonen. We hebben er met 2 jaar bijzonder prettig gewoond. De kinderen gingen naar Pittwater School, hadden nog een boter, dat was een strode hoed, en moesten elke ochtend goedemorgen wensen aan de directeur al daar. Mooie herinneringen. Ja, dat is dan weer Pittwater. Dan kan je ook zien dat de kleine bootjes, de piraatjes zeg maar, dat die ook, dat de kinderen daar vlug in leerden zeilen. De wind was altijd redelijk, dus nooit te hard. Ideaal om daar veel te oefenen. Zeilen is wel een van de nationale sporten, met natuurlijk rugby, in Australië. Dit is Freshwater Beach. In een van die flats daarbovenin hebben we nog een jaar gewoond. Hadden we van een Japanner gehuurd. En een van Lies haar favoriete restaurants was Freshwater Beach. Het lag aan de zee in een prachtige baai. En we hadden ook een soort open zwembad waar de golven van de zee inkwamen en waar dan soms ook een haai in zwom die er met heel veel moeite uit te halen was. Australië is een geweldig land. Je moet alleen oppassen voor ongedierte. En als je aankomt, dan krijg je een boekje in je handen gedrukt waarin staat waar alle gevaren, hoe je die moet voorkomen in dit land. Ja, dit is Narrabeen met een aantal surfboards. Dat zijn meestal reddingssurfboards. Mensen worden dus op die manier worden ze gered uit de zee. De baaien worden omgeven door netten om de haaien tegen te houden. En ja, het strandleven is er fantastisch. Altijd 21 tot 23 graden. Werkelijk een genot. Dan de laatste foto hebben we weer van de Sydney Harbour Bridge. Waarbij er natuurlijk elk jaar om 12 uur een enorm vuurwerk plaatsvindt. En wat over de hele wereld uitgezonden wordt. En waarom? Omdat het een van de eerste plaatsen is waar het nieuwjaar zijn ingang doet. Sydney, een geweldige stad. Ga daar eens kijken, je zal ervan genieten.
als je vanaf Sydney naar het noorden reist en je komt even voorbij Queensland, kom je een eiland tegen waar je moet overvaren met de pont. En dat heet Fraser Islands. Fraser Island, sorry. Daar ben ik geweest met onze oudste zoon Finn. Toen was hij 13 jaar. En hebben we met een jeep dat eiland bezocht. En het heeft prachtige sand-colored beaches. Van allerlei verschillende kleuren, rood, geel. We hebben daar gekampeerd in de vrije natuur. Een geweldige ervaring. We hebben zelfs nog een dingo, een echte Australische hond. Een wilde hond aan onze tent gehad. En dat geeft hele goede herinneringen. Het is prachtig als je de blauwe zee met die hele mooie terra kleuren daar ziet. Echt een wonder voor het oog. Ja, en dit is de Black Widow spin. Dat is de spider. En het is, dit is een van de gevaarlijkste spinnen van de wereld. Als het mannetje en het vrouwtje gepaard hebben, dan is het mannetje zo moe, dan bijt het vrouwtje het mannetje dood en eet het op. Daarbij, als je hier een steek van krijgt, van het mannetje of van het vrouwtje, dan gelieve binnen een half uur bij een hospitaal te zijn om daar je tegengif binnen te krijgen. Anders red je het niet. De Black Widow Spider. Dit is een cassowary. En een cassowary, dat is een soort veredelde struisvogel. Die leeft in de natuur, in het midden van Australië, maar ook aan de kust. Ik weet wel dat we er eentje tegenkwamen dat Finn uitstapte, dat hij hem in de wurggreep nam en zei, kijk eens hoe mooi die is, pap, van kleur. Later hebben we ons gerealiseerd dat het een van de gevaarlijkste dieren van Australië was. Dus er is ons niks overkomen, maar toch wel heel bijzonder dat we dat meegemaakt hebben. Een cassowary, een soort veredelde struisvogel. Ja, dan hebben we hier weer een vorm van dat Fraser Island. Waarbij die verschillende kleuren, zelfs van wit zand tot en met donkerrood zand, helemaal in elkaar opgaan. Prachtig plaatje. Het is moeilijk om er te komen. Je hebt ook geen benzine op het eiland. Je gaat over met een jeep met een soort pont. Je moet benzine meenemen voor onderweg. Alles, er zijn geen supermarkten, niks. Dat zal nu ondertussen wel veranderd zijn, maar het is een geweldige, je bent een eenheid met de natuur. Ja, en zo zien dus de wegen eruit. Niet alle wegen, want de wegen zijn over het algemeen heel goed in Australië. Vierbaanswegen, soms zie je urenlang niemand die daar verschijnt. Als je zit dagen in de auto, zeg maar een dagje van 9 uur is niks. Als je van Sydney uit naar een leuke plaats wil gaan, zit je 1,5 uur in de auto om zelfs een kop koffie te drinken. Afstanden wordt niet naar gekeken. Je ziet ook deze wegen. Die zijn van dat mooie, donkere, terra gekleurde zandgrind. En je laat altijd een enorm spoor achter als je daar overheen gaat. Maar dit zijn dus niet de hoofdwegen, maar de bijwegen. Ja, en dan heb je weer zo'n grappig beest. Dit is een wombat. En die leeft in grotten. En als je een tuin hebt, heb je best kans dat die een keer dwars door je tuin heen komt. Of dat die graaft als een soort mol. Het is een heel grappig beest, dat komt alleen maar in Australië voor. De wombat. Ja, en dan hebben we hier natuurlijk, het kan niet anders, de kangaroo. En met in de buidel een kleine kangaroo. Dat noemen we een joey. Een jonge kangaroo is een joey. En hij volgroeit helemaal in de buidel. Het is niet een ongevaarlijk beest. Als je ruzie met hem krijgt, dan kan hij in een rechtopstaande houding enorme klappen verkopen. Als je een verkeersongeluk krijgt, vooral in de noordelijke gedeeltes van Australië, dan komen ze door je voorruit heen en dan slaan ze je met hun poten slaan ze je dood. Vandaar dat je heel veel van die kangaroovangers hebt voor de auto. Een soort veredelde sneeuwschuivers. Maar het is een prachtig lief beest, maar je moet niet te dichtbij komen. Dit is typisch een Australisch vogel. Het is de kookaburra. De kookaburra. En hij maakt het volgende geluid. Het is een beest wat wacht tot je uitgegrild bent met je barbecue. Dan wacht hij tot het stukje vlees of de kip geroosterd is. Hij komt aanvliegen, maakt in 1 keer een spurt, pakt zijn prooi beet en vliegt weg. Dat was voor ons de eerste keer wel een enorme ervaring van de kookaburra.
Ja, en dat is de koala bier. Zij leven van eucalyptusbladeren. En die geven een blauwe kleur af op het moment dat de zon erop komt. En vandaar dat de bossen rond Sydney, de Blue Mountains, daarna genoemd zijn. Naar de eucalyptusbladeren. Zij eten ze. Ze doen eigenlijk de hele dag niks. Ze hangen een beetje in een boom. Het zijn wel hele lieve beestjes. Maar je hebt voor de rest heb je er weinig aan. Het slaapt en het snurkt en het ligt de hele dag en doet eigenlijk helemaal niks. Ja, dit is de dragon lizard. Ook een gevaarlijk beest, kan toch behoorlijk bijten. Komt ook voor in Zuid, Midden en Noord-Australië. En het is een prachtig beest om te zien, zeker wat kleur betreft. Kijk eens naar die hele mooie rode kanten. De natuur en de beesten in Australië maken je nog het meeste, maken het meeste indruk op je. Omdat ze bijna in geen ander land voorkomen. Een hele bijzonderheid is de fauna en de fauna van Australië. In Australië kun je 's werelds grootste en mooiste koraalrif ontdekken. Namelijk de Great Barrier Reef. De 900 eilanden en ongeveer 2500 individuele riffen strekken zich uit over 2600 kilometer en liggen in de Koraalzee aan de kust van Queensland. Dit enorme rif is een droom die uitkomt voor alle duikers en snorkelaars. Het leven in zee is zo divers en kleurrijk en de decors onder water zijn spectacular. Het Great Barrier Reef staat met recht op de werelderfgoedlijst van het UNESCO. En een groot deel van het rif wordt beschermd door het Great Barrier Marine Park. In het rif leven dolfijnen, zelfs walvissen en verschillende soorten schildpadden. Net als vissen met alle kleuren van de regenboog. Onderwaterfoto's zijn een geweldig aandenken, dus neem je camera mee. Helaas wordt het Great Barrier Reef bedreigd door het toerisme, de klimaatverandering en een verbleking van het koraal, het zogenaamde bleaching. Als reiziger kun je het koraal beschermen door er voorzichtig mee om te gaan, niets aan te raken en het koraal vooral niet mee te nemen. Vissen mogen niet gevoerd worden en pas op met je flippers. Als je je reis gaat plannen, bedenk dan dat de regen de helderheid van het water kan beïnvloeden. En dat het te vaak heel erg hard waait. December en januari zijn goede tijden om te gaan, afgezien van de warmte. Nu nemen we u mee naar het Great Barrier Reef. 2600 kilometer lang voor de kust van Queensland, bij Cairns. Er is een enorme eb- en vloeddaling daar, wat ook geld op geld doet voor het rif zelf. De meeste mensen denken dat je daar wel even naartoe zal gaan, maar het is toch wel minimaal 8 uur varen op een snelle katamaran. Dus denk niet dat je er zo bent. Denk ook even aan de prijzen die je moet betalen om er te komen, want de verschillende pontons die daar gebouwd zijn, die hebben heel veel geld gekost. Het is wel een van de grootste bezienswaardigheden van de wereld. Het hoort bij de 7 wereldwonderen. En het is zeker de moeite waard om daar een keer te gaan kijken. Je ziet ook op de map hoe groot de afstand is tot de kust. Ja, en dan zie je dit uit de lucht genomen. Je ziet de verschillende kleuren weer van het water. Hoe lichter het is, hoe meer zand er ligt, wat door de zon gereflecteerd wordt. Allemaal kleine rotspartijtjes waar je heen kan. Het is er niet diep, sommige plaatsen wel. Op de diepere plaatsen komen ook de wat grotere haaien voor. Bijvoorbeeld de Great White Shark. Die leeft in Australië, net als trouwens in Zuid-Afrika. Het is een prachtig natuurgebied. En we gaan nu zien hoe je op zo'n ponton als het ware kan komen met een vrij snelle boot, een speedboot of een katamaran. Zo ziet dat eruit vanaf de bovenkant. Meestal waait het daar bijzonder hard. En dat betekent dus dat je aan boord vaak zeeziek wordt. Vele bootjes hebben dan ook pillen tegen zeeziekte. Het vervelende is als je alleen aankomt dat je dan op het ponton weer zeeziek wordt, omdat het vreselijk tekeer gaat. En ook de schommelingen daar je weer opnieuw zeeziek doen worden. Voor de mensen zelf is er een helikopter voor de mensen die dus zo ziek worden dat ze dus terug
moeten naar het vasteland, hebben ze een helikopterverbinding tot stand gebracht. En voor heel veel geld kan je dan gebruik maken van de helikopter. Zeeziekte hebben is niet leuk. De groep waar ik mee was, zo'n 24 man, daar kan je zeggen dat ongeveer 18 mensen zeeziek waren. En de andere 4, 5 die konden alleen maar opruimen. Dus een hele leuke ervaring, maar prettig was het niet. Hier heb je dan onder water Nemo, de bekende clownsvis. Die hebben we ook al vaker gezien. Prachtige mooie kleuren. En je ziet ook mooi de onderwaterfauna die hier op geld doet. Ja, dat is dan weer zo'n mooie gekleurde schelp. Met groen en blauw. Je weet eigenlijk niet wat je ziet. Hoe mooi dat eigenlijk is. En dat kom je dan gewoon tegen op de grond. Al of niet met kleine of grote visjes. Ja, dat ben ik, zei de gek. Wij moesten natuurlijk voor de foto moesten we een plastic zeekomkommer opduiken. Let wel, plastic. En die moesten we even laten zien. Voor de fotootje. Nou, ik heb hem bewaard. En ik vond het leuk om hem even te laten zien. Ja, dan heb je ook natuurlijk de turtles. En die zwemmen er niet veel. Maar als ze zwemmen, zijn ze wel prachtig mooi. Denk niet dat ze ongevaarlijk zijn. Als je ze bijvoorbeeld vasthoudt aan hun schild, om ze eens te kijken van dichtbij hoe ze eruit zien, dan kunnen ze nog flink bijten. Dus denk niet dat het een vis is of een beest wat ongevaarlijk is. En ze kunnen flink bijten. Ja, en dan zie je hier eigenlijk hoe mooi deze hele onderwaterwereld is. He, met de prachtige mooie beleidingen, de vissoorten. Je kan er werkelijk van alles kan je daar zien. Denk niet te veel aan haaien, want haaien gaan over het algemeen zwemmen ze weg als je bij hun in de buurt komt. Maar het is zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan en daar eens wat langer te blijven. Over het algemeen is de weg er naartoe ongeveer 6, dus 8 uur. Dus je vertrekt heel vroeg 's morgens. Je blijft er ongeveer 1,5 tot 2 uur en dan ga je alweer terug. Ja, dit is nou een mooie foto van een papegaaienvis. En wat doet die papegaaienvis? Die papegaaienvis die slurpt als het ware, die knaagt aan het koraal. En doordat er aan het koraal gekraagd wordt, ontstaat er zand. En wel zandkorreltjes. En die verspreiden zich. De papegaaienvis ondergaat 2 keer een lichaamsverandering. Ze worden eerst mannetje, ze worden met als rood en wit worden ze geboren. En later gaan ze over in het vrouwtje en dan worden ze dus blauw met een soort paarsachtige huid. Het zijn prachtige beesten om te zien. Prachtige vissen om te zien. Je kan ze hier ook hier op de eilanden waar wij wonen. Op Curaçao, op Bonaire en Aruba kan je ze ook vinden. Lieve mensen, dit was wel weer episode 8 van Reizen met Frank. We vonden het leuk om u mee te nemen naar Australië en het Great Barrier Reef. En we waren zo gelukkig om daar 4 jaar gewoond te mogen hebben, samen met het gezin. Ik was daar de importeur van Recreational Fabrics uit Amerika. En we hebben daar hard gewerkt om een zaak op te zetten. Uiteindelijk hebben we die zaak verkocht en zijn wij naar Aruba verhuisd. Maar Australië deed ons denken aan een fantastisch land waar alles mogelijk was. Wij hadden alleen de economische wind erg tegen. En vandaar dat we daar vertrokken zijn. Maar wat natuur betreft en wat mensen betreft, alleraardigst. Het is een totaal andere wereld. Je moet er ook geen haast hebben. En zeker de moeite waard om Australië, maar dan wel 4 tot 6 weken nemen om het helemaal van oost tot west te bezoeken. Dit was dan weer het eind van Reizen met Frank. En reist u de volgende keer weer met ons mee? Want dan gaan we naar Indonesië. En de 10e aflevering, episode 10, zullen wij doorbrengen in Hongkong. Reist u met mij mee?